Werkt dat wel, die zelfsturende teams? Vragen de leidinggevende in een lezing of een debat. Hè. En dan sommen ze drie observaties op die ze zien bij medewerkers. Ten eerste, er zijn van die medewerkers die er al dertig jaar werken en die houden niet van verandering. En dan zeggen die, ja, nu is er de hype van de zelfsturende teams en binnen vijf jaar is het weer iets anders. Daar doen we niet graag aan mee. Ten tweede, zijn er van die medewerkers die misschien liever Instructies krijgen die willen aangestuurd worden en dat geeft veiligheid en zekerheid. Zelfsturende team. Hmm. En ten derde, nog een straffere. Rudy, zou het niet kunnen zijn dat er genetisch gezien een aantal mensen ook niet in staat is om zichzelf te sturen? Wel, werkt het dan wel, is dan nog inderdaad een goede vraag. Maar ik ga je er iets vertellen. Hè? Als ik aan de slag ga met een team of aan het coachen ben, dan stel ik vragen. Dan maak ik verbinding. Dan dan beginnen te leven. Dan zijn we de ontwikkeling aan het doen. Ik zit niet in mijn hoofd na te denken hoe gaan we die zelfsturende teams implementeren? Nee, ik doe het. Want ik ben een facilitator en een coach. En, en als ik het doe, dan heb ik niet die vraag: werkt het wel of werkt het niet? Want we doen het gewoon. En dat is juist het punt, hè? Ga uit je hoofd, stop met dat managersdenken en doe onmiddellijk de verbinding, de authenticiteit, de vragen. Zet de verschillen in, laat het bruisen, laat het leven, want dan is er vanzelf ontwikkeling. Dat is de boodschap. Ik ga dus minder boeken schrijven en meer filmpjes maken en, en een kanaal beginnen. En dat is op YouTube. Dus als je mij wilt volgen, subscribe op YouTube. Ah, tot de volgende. Zaterdag ga ik eens een anekdote vertellen over zelfsturende teams dat ik gehad heb vanuit het bestuur bekeken. Echt ongelooflijk. Maar dat is voor de volgende dag.